Merel, eerste woord wat er nu bij je opkomt. Verrassend. Als in dat het zo uit de marge ligt van wat peilingen hebben voorspeld. Ja, terwijl Johan net zegt tegen mij, ik zag hem aankomen. Ja, ik zag hem al aankomen. Als je de mensen in het land hoort, heel veel zeggen niet, die schamen zich ervoor. Maar je hoort heel vaak mensen dat ze toch op Wilders gaan stemmen. En zeker in de streek waar ik woon, richting Ter Apel, echt huis aan huis op Wilders gestemd. De mensen zijn ziek van al die gladjanissen met die mooie praatjes op de tv, met mooie verhalen waar niks van terecht komt. En zo'n Omtzigt die gaat op inhoud. Mm. Maar Omtzigt gaat dan uitstaan te leggen de structuur van hoe die het wil gaan regelen met de beleidsvoering. Daar zijn die mensen niet geïnteresseerd. Die willen gewoon van die asielzoekers af. Die willen klare taal, bedoel jij? Precies. En die geloven niemand meer. En Wilders is de reddende engel voor hun. Kijk, het is heel duidelijk, jongen. Als die enquête aanwijst, 8 van de 10 Nederlanders willen geen asielzoekers, dan moet je daar als politicus naar luisteren. Op zijn minst serieus nemen. Ja, Eus, jouw eerste reactie op de eerste exit poll? Historisch, maar je zag het wel aankomen, denk ik. Maar in deze mate, het verschil zo groot. Het was een nek-aan-nek race, werd er gezegd. Maar dit is wel een landslide. Ja, de hond, hè? Nee, ja, er werd een beetje gesuggereerd van, hij stond hoog in de peilingen, dat misschien mensen vanuit een strategische stem Timmermans zouden helpen aan de overwinning. Mm. Dus dit zag ik niet aankomen, nee. Maar allemaal wat Johan zegt, je begrijpt het wel. Heeft ook te maken trouwens met een waardeloze campagne van de VVD. Die eerst de deur op een kier zet, dan weer dichtgooit, dan weer open. Jij bent niet zo fan van Dylan ook, hè? Nee. Nee, dat is de VVD, dat is niet alleen Dylan. Ja, goed, zij was de voorvrouw, maar ik heb niks gehoord of gezien van die partij, waardoor ik dacht van, nou, laten we toch maar weer voor de VVD gaan. Ik word er steeds meer eens met Eus, hoor. Want Dylan had ingestudeerde zinnetjes. En in ieder gesprek kwam de kreet, ik ben er klaar voor. Ja, ja, als je er klaar voor bent, dan hoef je er niet te roepen. Hmm. Nee, René, VVD? Ik ben er klaar voor. Nee, ik moet zeggen dat dit had ik echt nooit van zijn leven verwacht. Maar jij hebt er wel een groot aandeel in gehad, natuurlijk. Ja, wij hebben hier, we hebben hem op het zouden wij erelid worden van de PVV? Hebben ze ereleden? Ja, op het schild gezen. Ze hebben maar één lid, dat is Geert, maar geen erelid. Nee. Het is bizar. De hele campagne heeft niemand het boetekleed aangetrokken voor de afgelopen 13 jaar. Dat is ook wel apart. En niemand heeft gezegd, maar Dylan ook niet, hè? Nee, juist Dylan niet, maar niemand. Niemand heeft gezegd, ja, misschien hebben we het toen niet goed gedaan en we moeten toch even onszelf opnieuw gaan uitvinden of zo. Nee, iedereen wilde vooruitkijken. Ja. Maar Wilders die heeft al 20 jaar hetzelfde verhaal. Mensen weten wat ze aan hem hebben. En nu mag hij het gaan bewijzen. Kijk hier, Geert. 35! Ja.